Mijn naam is Sarah en vandaag sta ik hier bij Chocolatier Pastel. We gaan iets super lekkers maken voor de Antwerp Chocolate Week, maar daarvoor moet ik beneden zijn. Goedemorgen, Tremon. Wat gaan we hier doen in je atelier vandaag? Goedemorgen. Wij gaan vandaag de Perret maken. En Perret, wat is dat eigenlijk? Wel, de Perret is de oudste chocoladereep in België en die uiteindelijk vanuit de industrie terug is gekomen naar de ambachtelijke chocolatier. Gaan we daar aan beginnen? We gaan erom beginnen. Voilà. Hier zijn we dus bij de Perret chocolade. Ah, die is al gemaakt? Die is al gemaakt, ja. De firma Callebaut heeft die vervaardigd volgens het recept van een van de erfgenamen nog van de Beukelaar. En wij gebruiken die nu om dus die Perret terug op de markt te brengen. Dat proefje is mooi ontstollen. Ja, en dan kunnen we effectief gaan beginnen met chocolade te gaan verwerken. Zo. Nu heb je gezien hoe dat moet. Nu is het nu. Er is nog werk aan, maar het was al niet slecht. En dit is wat jullie maken voor de Antwerp Chocolate Week? Nee, we gaan dit een heel jaar doormaken. We gaan nu beginnen met de Perret maison te maken met nougat in. Is nougat de enige smaak die er wordt gebruikt tijdens de Antwerp Chocolate Week? Nee, samen met fijne collega's hebben we allemaal gekozen voor onze eigen identiteit. Wij maken het met nougat, maar de andere collega's die meedoen aan de acties, die zullen waarschijnlijk nootjes of kruiden of iets anders gebruiken in hun producten. Maar die zullen ongetwijfeld ook zeer lekker gaan zijn. Zo, ik denk dat jij wel werk genoeg hebt. Alsjeblieft, die mogen allemaal ingepakt worden. Oké. Okay. Voilà, ik heb mijn allereerste authentieke perretreep gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet het enige dat je kunt proeven tijdens de Antwerp Chocolate Week. Koop je Antwerp Chocolate Pas bij de deelnemende chocolatiers. Zo kun je meegenieten van al het lekkers. Ga alvast wat verder werken.